Met dit model van Labs de Binnenbocht in Amsterdam ga ik balkonplaten maken. De balkonnen zijn modules, dus die ga ik in een apart model openen. En daar is het nu nog een vlakke vloer. Ik ga in de plattegrond even een doorsnede tekenen, zodat ik de juiste afmetingen van de vloer kan overnemen. Ik kopieer en plak het in een nieuw profiel. Dat geef ik de naam balkon. En vervolgens ga ik het gewenste profiel erin tekenen. Even het afschot, 1010 omlaag, dus 10 mm per meter. En dan teken ik hem even af. En hier in het begin moet natuurlijk die verhoging komen. Maak even gebruik van de guidelines. 60 mm naar buiten. Extra punten toevoegen. En nog een keertje verplaatsen, 150 mm is de breedte van de goot. En nog even deze horizontaal plaatsen. En vervolgens naar beneden. En deze fil heb ik niet meer nodig. Vervolgens nog even de hoeken afschuinen. Dankzij de snap guides. En dan is mijn profiel klaar. Ik sla het op als onderdeel van een balk. En vervolgens ga ik de balk modelleren. In het segment kies ik het profiel wat ik zojuist heb aangemaakt. En dat maak ik oprekbaar. Nou, de oorspronkelijke plaat heb ik niet meer nodig. Nog even wat beter zichtbaar maken met een andere 3D-stijl. En dan zie ik, het profiel is gemaakt. Maar zo loopt het water natuurlijk af. Dus ik moet ook twee kopse kanten, of twee eindstukken maken. Dus twee rechthoekige eindstukken maken. Sla ik op. En dit profiel roep ik nu ook hierop als een extra segment. Dus alleen deze keer geef ik daar een vaste afmeting op. Dus alleen het middenstuk is oprekbaar. Kijk, dus ik kan hem verlengen, verkorten en de eindstukken blijven altijd even breed. Ja, dan heeft de vloer eigenlijk nog een knik erin zitten. Dus die ga ik nu maken. Daar maak ik drie aparte profielen voor. En in de settings, op deze manier, worden die toegevoegd. Zodat het ook weer oprekbaar is. Ja, alles is ook nog grafisch verder aan te passen. Dus de juiste afmetingen, 150 kleiner, ook aan de andere kant. Oké, en vervolgens sla ik de module op. En dan overal waar deze module is gebruikt, zal in het hoofdproject dit worden bijgewerkt. En hebben al mijn balkons een nieuw geprofileerd balkon.